Het wielerjaar 2018 is begonnen met de Zesdaagse van Rotterdam. Het Vlasman Cycling Team is de professionele wielerploeg uit Alphen aan de Rijn. Ze komen dit seizoen voor het eerst uit in de Continental Tour en gaan door heel Europa allerlei wielerkoersen rijden. Maar de ploeg is ook goed vertegenwoordigd op de baan met Wim Stroetinga en Juri Havik. Kun je jullie als tandem eens omschrijven? Wim is een snelle man en ik probeer hem goed af te zetten. Ja, in die baanronde ligt dat nu heel goed. En ja, ik word ook steeds ouder, krijg steeds meer inhoud. En zoals in dat laatste uur probeer ik dan ook goed heel te blijven. En Wim kan veel punten halen als hij zich kwaad maakt. Juri is heel erg goed in positioneren, vooral in koppelafvalkoers en zo. En ik ben daar wat slechter in. Vooral ook omdat ik soms misschien een beetje te voorzichtig ben. En voor mij is het ideaal. Met Juri hoef ik me geen zorgen te maken dat hij me op een verkeerde positie afzet voor de sprint of in een koppelafvalling of wanneer dan ook. Dus dat is echt super. Stroetinga en Havik doen al jaren mee aan de zesdaagse koersen door heel Europa. Stevast eindigen ze in de top 3. Dit jaar werd het duo in Rotterdam tweede op de koppelkoers. Achter Kenny de Ketelen en Moreno de Pauw uit België. De eerste dag ga je vol voor de winst. En toen kwamen we misschien net even tekort. En we zijn eigenlijk door de dagen heen beter geworden. Als je zag hoe onvermachtig de Belgen waren uiteindelijk. Dan was dit het hoogst haalbare, zeker vandaag. Zo konden we toch mooi onze tweede plek echt veiligstellen vandaag. En eigenlijk zonder echt veel moeite te doen. En een beetje de best of the rest. Stroetinga en Havik werden luidkeels aangemoedigd door supporters uit Alphen. Vandaag kwamen er geloof ik een grote bus vol, als het er geen twee waren. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. De Zesdaagse van Rotterdam is dan ook de belangrijkste Zesdaagse die de twee rijden in deze tijd van het jaar. Je wil hier laten zien dat je de beste baanrenners van Nederland bent in de koppelkoers. Er is veel aandacht voor bijvoorbeeld Terpstra en Van Baarle. En ja, je wil hem toch laten zien dat dit ons ding is. Eind februari beginnen de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Daar willen Stroetinga en Havik gaan strijden voor de medailles. In diezelfde periode gaat ook het wegseizoen van start voor het Vlasman Cycling Team.